Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt veel lage bewolking in onze omgeving en dat betekent dat we voor de zon weinig ruimte hebben. Maar goed, veel neerslag valt er ook niet. Misschien in de ochtend in het midden nog een klein beetje motsneeuw, maar verder is het overwegend droog met vanochtend temperaturen tussen 0 en min 3. In de middag loopt het kwik iets op, komen we in het zuiden van het land net boven 0, plus 2, plus 3 misschien. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk net vriezen. Mogelijk een klein beetje zon in het oosten van het land vanmiddag. Maar verder houden we overwegend bewolkt weer met veel wind en dus lage gevoelstemperaturen tussen de min 5 en min 9. Vanavond gaat de temperatuur weer snel richting of onder het vriespunt komen. Met geleidelijk aan wat meer opklaringen. Dat betekent ook weer een koude nacht en morgen overdag temperaturen rond het vriespunt. Wolkenvelden, wat meer ruimte voor de zon dan vandaag, maar ook weer niet overdreven veel. De zon krijgt de dagen die volgen langzaam maar zeker wel meer ruimte. Zaterdag, zondag en vooral ook de maandag. Tegelijkertijd zien we overdag de temperaturen langzaam wat oplopen. Naar waarden die duidelijk in de plus komen. En maandag is het een graad of vijf. In de nacht blijft het overigens licht en op sommige plaatsen zelfs matig vriezen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.